waterschap Rivierenland testte dinsdag in Nijmegen de sluiting van 9 doorgangen naar de Waalkade die bij hoogwater dichtgaan. Tijdens de oefening keek het waterschap of de procedures goed verlopen, of het materieel in orde is en hoe de samenwerking verloopt met de gemeente en met de aannemer die de kering plaatst. Bij extreem hoog water beschermt het waterschap Nijmegen tegen het rivierwater van de Waal. Dat gebeurt met een flexibele kering op de Waalkade en door de sluiting van doorgangen. De barrière is ontworpen na het extreem hoge water in 1995. Het ging al vaker mis in Nijmegen met de ribbeltegels. Deze tegels moeten blinden en slechtzienden helpen om veilig de straat over te gaan. Vorig jaar stond er plotseling aan de Waalkade een enorme plantenbak op het blinde pad. En ook vandaag ging het weer fout. Toen stond er na de verbouwing van de Daalseweg ineens een reclamecel op de blinde ribbels. Van woensdag tot en met zondag vindt bij Lux de 9e editie van het festival Go Short plaats. Op het programma staat een selectie van recente korte films die in Europa geproduceerd zijn. Dit jaar is het thema reizen. De Zweedse filmmaker Jonas Odell is aanwezig als hoofdgast. Tijdens het festival zijn er workshops, feestjes en plekken waar filmmakers en het publiek elkaar kunnen ontmoeten. Ook is er een festivalpaviljoen waar men wat kan eten of drinken. Op zaterdag worden de Go Short Awards uitgereikt. Het festival heeft dit jaar een wereldwijde primeur, de eerste holografische film genaamd The Dancer Awakens. Vanaf donderdag kunnen bezoekers met een soort virtual reality bril om de film heen lopen. De film duurt 3,5 minuut en toont een danseres die probeert te ontsnappen uit een speeldoosje. De holografische film is ontwikkeld op de Breda University of Applied Sciences. Aan de N325 van Nijmegen naar de Duitse grens wordt de komende maand druk gewerkt. Van 3 april tot en met 19 mei zullen er verschillende werkzaamheden worden verricht, waardoor er ook verschillende afsluitingen zullen zijn. Komende woensdag is er voor belangstellenden tussen 7 en 8:30 een inloopbijeenkomst op de Kasteelselaan 50 in Ubbergen.